Basserette, die ook een café is. Een chocoladebar. Een slowcafé. Een sportsbar. Een kattenbar. De themabars schieten nu ook in Nijmegen uit de grond. Horecadeskundige Ton Lenting legt uit waarom dit nu een trend is. Ik denk dat de ontwikkelingen met de veranderingen van de bars en de cafés, dat die alles te maken hebben met de mate waarin de overheid destijds bepaald heeft dat er niet meer gerookt mag worden in de cafés. Dus een hoop ondernemers zijn op zoek gegaan naar andere mogelijkheden. De jongen van Credible doet dat heel goed met zijn witwasserij naast Credible. Maar goed, dat fenomeen van wasbar, dat bestaat al heel lang, al een jaar of zes in België, in Antwerpen en Gent, bestaan al wasbarren waar je dus zowel je was kunt doen als taart kunt eten en bier kunt drinken en een glas wijn kunt drinken terwijl je de was even in de machine doet. Dus het speelt al langer en dat er nu ook in Nijmegen op ingespeeld wordt, dat is hartstikke leuk. Nijmegen is er dus relatief laat bij. Waarom zou dat zijn? Formeel is het zo dat een aantal dingen lijken niet te mogen, maar soms moet je gewoon dingen doen. Brave meisjes komen in de hemel, maar brutale meisjes overal. De regelgeving in dit land die is zo complex, als je allerlei dingen gaat aanvragen om wat te mogen, dan lukt het niet. Als we kijken naar V&D, zonder vergunning zijn zij daar koffie gaan verkopen en is Laplace als eerste daar begonnen. Toen wij daar als horeca tegen protesteerden dat het bestemmingsplan technisch niet mocht, toen werd er gezegd van ja, de horeca moet niet zeuren, want het is alleen maar een kopje koffie wat aangeschonken wordt. Nou ja, jij weet net als ik dat V&D al heel wat jaren eerder failliet was gegaan als ze geen Laplace hadden gehad. Zijn de themabars vooral voor een jonger publiek bedoeld? Ik denk dat er niet zozeer sprake is van een jonge doelgroep. Tegenwoordig zie je veel meer dat er een veel grotere mix ontstaat van doelgroepen in cafébedrijven. En natuurlijk zijn er altijd wel wat jongere cafés of cafés waar wat meer ouderen komen. Maar ik vind dat het zich steeds meer mixt.